Leuk dat je kijkt naar deze zesde dagelijks vlog volgens mij weer. Ja, de zesde. Het is vandaag zaterdag. En het wordt vandaag volgens mij echt super lekker weer. 21 graden. Dus ik ga me klaarmaken om lekker in de tuin te kunnen gaan liggen vandaag. Ik heb al gedoucht. Ik heb mijn haar niet gewassen. Want dat had ik gisteren al gedaan. Dus dat doe ik dan niet vandaag. En ik ga eventjes een beetje make-up opdoen. Eigenlijk alleen mascara en mijn wenkbrauwen. En natuurlijk zonnebrand. Dus dat ga ik eventjes opdoen allemaal. En ik ga jullie neerzetten. Ik twijfel een beetje of ik een bikini aan moet trekken of niet. Want het is dus wel echt lekker weer buiten. Maar misschien doe ik wel gewoon een kort broekje aan. En hemdje. Niet gelijk een bikini. Als het echt heel warm wordt, kan ik altijd natuurlijk nog een bikini aantrekken. Het is dit weekend natuurlijk paasweekend. En dat betekent ook dat er overal heel veel korting is. En bij de Douglas is dus ook Glamour Day vandaag. Het is vandaag Glamour Day. Morgen eerste paasdag, maandag tweede paasdag als het goed is. Ik ga ondertussen eventjes... Waar is mijn zonnebrand? Ik doe altijd deze zonnebrand op. Want hier krijg ik dus geen pukkeltjes van. Omdat het deze speciaal voor je gezicht is. Dat vind ik heel fijn. Maar het is dus vandaag Glamour Day. Morgen eerste paasdag. En overmorgen tweede paasdag. Ik zou eigenlijk morgen... Nee, ik zou eigenlijk vandaag naar Digital gaan. Naar een festival. Maar ja. Dat gaat helaas niet door, natuurlijk. Maar het is vandaag dus Glamour Day. En dat betekent dat er overal heel veel korting is. Ook bij Douglas. Daar heb ik dus weer allemaal MAC make-up zitten bestellen net. Gisteren heb ik ook een bestelling geplaatst van Colourful Rebel. En er komt een Bayou bikini nog binnen. En oh ja, en ik heb gisteren ook een bestelling geplaatst op Pretty Little Thing. Want ik zag dus... zat de vlog te kijken van Stijn. En ze had daar dus dingen besteld. En toen ging ik ook kijken op de site. En ik zeg, ach, ik kom echt helemaal voor deze ochtend. Ik zag echt alleen maar leuke dingen. Maar dat wordt pas 29 april bezorgd. Dus dat duurt nog wel eventjes. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, van Douglas komt volgens mij woensdag binnen. Van Bio Label is er gisteren een pakketje binnengekomen. Maar er komt er ook nog eentje. Want ik had die bikini, die zal ik zo meteen aan jullie laten zien. Die had ik besteld... donderdag of nee woensdag volgens mij met een shoptegoed wat ik nog had waar ik het over had en die dag daarna komt er een berichtje op Insta met dat de oude collectie dat er een restock van komt of een refill van komt voor de laatste keer en ik dacht meen je dit? Ik wilde zo graag die panther bikini dus die heb ik maar gewoon zelf besteld maar dat topje was een pre-order dus dat komt ook pas begin mei binnen maar het broekje komt volgens mij wel vandaag binnen maar goed. Oké, zonnebrand zit erop. Kijk, zal ik gelijk die bikini laten zien? Ik had dus nog van Bio een tegoed. Omdat ik toen een keertje een bikini had teruggestuurd. Was in de sale. En dan krijg je dus geen geld terug. Maar een tegoed waard eigenlijk. En daarvan heb ik een roze bikini gekocht. Ik weet niet. Ik vind de oude collectie qua pasvorm en zo gewoon mooier. Denk ik bij mij dan de nieuwe collectie. Dus vandaar dat ik eigenlijk alleen maar bikinis van de oude collectie bestel. En er was nog wat geld over op die kaart. Dus ik dacht, ik doe er twee scrunchies bij. Maar deze panter komt nu dus achteraf best wel goed van pas. Omdat die bikini ik natuurlijk besteld heb. En nog gewoon een hele simpele witte. Maar dit is de bikini. Ik heb een broekje en een topje in een maatje M. Want ik vind dat deze collectie best wel klein valt, eerlijk gezegd. Maar dit is het broekje. En dan is dit het topje. Ik vind het echt een heel leuk kleurtje. Echt heel leuk. Mijn cupmaat is 70C. En normaal heb ik van broek maat 36. Dus dan weet je een beetje ongeveer hoe de maten vallen. Zoals ik al zei, ik heb dus van topje en van broekje een maatje M. Dus die kan ook weer in de collectie erbij. En ik heb nu wel echt met mezelf afgesproken. Ik ga nu geen bikinis meer kopen. Want ik heb nu met die panter bikini erbij. Als die binnen is, heb ik 6 bio bikinis. 4 gooseberry badpakken. En dan nog ook een paar bikinis van vorig jaar van Love Stories en de H&M. Dus het is wel eventjes genoeg zo. Klein beetje mijn wenkbrauwen doen. En dat doe ik met het Catrice setje. Ik zal wel een keertje in een dagelijkse vlogs mijn dagelijkse make-up ding laten zien. Want daar krijg ik best wel vaak de vraag naar. Het is niet heel veel, maar ik zal het wel een keertje doen. Nou ja. Ik wil nog even van mij. Ja, maar ik hoef geen sokken aan. Dat wordt dan zo weer omgegaan. Wat? Geloofloos. Dat wordt dan zo weer omgegaan met de kleurtjes. Je weet dat de camera aan zat, hè? Maar jij weet het, het is toch een slag wat er schrik in. Ik heb me aangekleed en ik heb niet echt een outfit aan.
wat ik normaal zou dragen of zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk en schattig staan. Ik zal het even laten zien. Het t-shirtje is van de H&M. Die was echt maar 7 euro of zo. En het rokje is van Nicky. En er zitten allemaal kleine schattige hartjes op. En ik dacht, als ik dan naar buiten ga, dan doe ik mijn nieuwe schoenen eronder aan. Dan maakt het wel een stuk stoerder. Kijk nou even hoe gaaf ze zijn. Ik vind ze zo leuk. Ik vind ze ook echt heel goed gelukt. Misschien dat ik dit hierachter nog wel roze ga maken. Maar ik vind ze echt heel nice. Ik heb alleen één probleempje. Ik heb namelijk mijn benen niet geschoren. Het is niet heel heftig of zo. Maar dat ga ik nu eventjes doen in bad. Zodat ik niet opnieuw hoef te douchen of zo. Maar gewoon eventjes in bad kan zitten. En dan ga ik mijn tanden poetsen, ontbijten. En de vlog van morgen werk waarin ik mijn schoenen ga customizen. Echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ik ga even mijn benen scheren. Oh, en we gaan trouwens vanavond barbecue. Echt super leuk. En Milan is er dan en Joy komt vanmiddag ook. Dus vriendinnetje van Sam. Sam is mijn broertje. Ik krijg heel vaak de vraag onder mijn video's van wie is nou je vriendje en wie is nou je broertje. Maar Milan is mijn vriend en Sam is mijn broertje. En dan komt Joy ook, dat is zijn vriendin. En dan gaan we lekker barbecue met mijn vader in de tuin. Dus zin in. Oké. Benen scheren. Mijn sieraden om te doen, maar ik krijg de laatste tijd heel vaak de vraag waar al mijn sieraden van zijn. Dus ik dacht, ik laat eventjes een beetje snel zien waar mijn meeste sieraden van zijn en welke ik het dagelijks draag. Laat ik maar beginnen met wat ik nu om heb. En dat is als eerst dit blauwe armbandje. Of nou, zilveren armbandje met een blauw hartje. En die is van Tiffany & Co. Die heb ik toen van Milan gekregen voor de kerst. En dan zit er nog een klein armbandje naast. En heel veel mensen denken altijd dat dit een Joy armbandje is. Maar dat is het niet. Hij is van een boutiqueje hier in Den Haag. Maar ja, het lijkt wel heel erg op Joy. Dus ik begrijp dat mensen denken dat het Joy is. Maar die twee armbandjes heb ik eigenlijk dag en nacht om. Daar slaap ik ook mee. Daar douche ik mee. Daar doe ik alles mee. Dan mijn kettingje is van Lot. Ik krijg de laatste tijd ook heel veel de vraag naar. En ik heb de kleinste versie. Je hebt ook een grotere. Ik wilde eigenlijk heel graag de middelste versie. Maar ja, die is dus ja, uit het assortiment, zeg maar. Die verkopen ze niet meer. Dus ik heb de kleinste met een M en in het goud. En deze draag ik ook gewoon met douchen en slapen en alles. Dan heb ik deze drie oorbelletjes in. Een beetje lastig laten zien. Maar ze zijn alle drie van Ananina. En ik heb ze alle drie bij de Bijenkorf gekocht. Ananina heeft volgens mij ook een eigen website. Maar ja, ik heb ze bij de Bijenkorf gekocht. Die hebben ze ook allemaal in het zilver. Net zoals dit kettingje hebben ze ook in het zilver. En ja, hier slaap en douche ik ook gewoon mee. Dat eerste paar heb ik pas net. Een paar weken of zo. En die laatste paar die draag ik al een jaar, dag en nacht. Dus ik weet zeker dat ze niet verkleuren en dat de kwaliteit goed is. En ik heb ook nog een nieuw knopje van Ananina besteld laatst. Omdat ik heel erg graag aan één kant een vierde gaatje wil. En dan wil ik dit knopje er dus in doen. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ja, kijk. Een goud knopje met een oranje steentje. Want ik weet niet, ik hou gewoon heel erg van oranje of zo. Maar ja, alle juwelierdingen en die schieten en zo zijn natuurlijk dicht. Oh ja, het is geen 1,5 meter afstand. Dus daar moet ik nog eventjes mee wachten. Dan ga ik mijn ringen omdoen. Want daar slaap en douche ik niet mee. De eerste ring die ik om ga doen is deze. Deze is ook van Lot. En van deze heb ik dan weer de grootste maat. Hiervan heb je ook een kleine en een grote. En ik heb de grote maat. Volgens mij heb je maar één ringmaat. Want je kan hem ook dus verstellen. Deze gaat wel een beetje slijten. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Omdat je hem om je vinger draagt. Dus kijk, hij begint hier wel een beetje bij die rand. Ja, ik denk dat je het niet goed ziet. Beginnen er een beetje krasjes en zo op te komen. Maar ja, dat is op zich logisch. Deze draag ik eigenlijk altijd om mijn middelvinger. Dan deze ring. En hier krijg ik ook best wel veel de vraag naar de laatste tijd. Maar deze is van Mimoneda. Alleen Mimoneda is volgens mij dus failliet. Dus het is heel lastig nog om hier aan te komen. Ik heb dus ook laatst een bedeltje nog ergens kunnen kopen. Van Mimoneda. Want die zijn ook bijna nergens meer te krijgen. Maar hij valt bij mij dus heel snel eruit. En dat vind ik gewoon zo zonde. Kijk hoe leuk dit was geweest. Maar ik had deze dus al een keertje. En toen was ik dat bedeltje dus al kwijtgeraakt in de Zara. Nergens meer te vinden. Maar ik denk dat er gewoon iets mis is met mijn ring. Want hij gaat er zo makkelijk uit. Dus ik durf hem er niet in te doen. Dus ik denk dat ik die gewoon aan Rosa ga geven. Want zij heeft deze ring ook. Maar dan met donkerblauw. Bij haar blijft het wel zitten. Dus ik denk dat ik hem gewoon lekker aan haar geef. Want anders raak ik hem binnen een half uur toch wel weer kwijt. Dan deze twee ringetjes. Die zijn nog wat nieuwer. En hier ben ik ook echt
heel erg blij mee. Ik hou dus echt van oranje en turquoise. En ja, ik weet het gewoon een beetje dat tropische kleurtjes of zo. Met goud vind ik dat echt heel mooi in combinatie. En ook hier krijg ik de laatste tijd heel vaak de vraag naar. Maar deze zijn van By Sure. En daarvoor heb ik ook een kortingscode voor jullie. Die staat in de beschrijving altijd. Maar hele leuke armbandjes. Of armbandjes. Ringetjes. Het is dus van elastiek. Dus je kan gewoon heel makkelijk omdoen. En ik draag ze samen. Oh, niet om die vinger. Ik draag ze dan zo samen. Ik vind dat echt heel erg leuk staan. En ze hebben ook volgens mij nog zwarte steentjes in plaats van blauw. Nou, dan gewoon die hele gouden. En volgens mij hebben ze nog een kleurtje. Ik weet alleen niet uit mijn hoofd. Maar het linkje daarvan zal ik eventjes in de beschrijving zetten. En dan nog een ringetje. En ik heb echt geen idee dus waar deze vandaan komt. Ja, hij lag een keertje in mijn bakje. Ik weet niet waar ik... Ik heb hem toen volgens mij een keertje gekregen van de Little Green Bag of zo. Maar dat weet ik dus echt niet meer zeker. Maar dat zijn dus mijn ringetjes. En dan heb ik natuurlijk nog wat sieraden die ik niet iedere dag draag, maar wel heb. Die zal ik ook even laten zien. Waar ik altijd heel veel vragen naar krijg, is namelijk deze oorbellen waar ik die van heb. Maar die zijn dus van Lovelings. Die vind ik echt heel erg leuk. En die heb ik ook in verschillende maatjes. Even kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook weer een hele kleine. Dan heb ik hier een maatje groter. En nog een maatje groter. Ik denk dat dat mijn favoriet zijn. Volgens mij is dit de S namelijk. En volgens mij is dit de XS trouwens. Want ze hebben dus nieuwe... Ze hebben hem opnieuw uitgebracht, zeg maar. Want kijk, dit is van de nieuwe collectie. En dit is van de oude collectie. Ik denk dat je het kleurverschil wel ziet. De nieuwe collectie is iets meer glanzend goud. Maar dit vind ik dus een heel mooi maatje. Dit is volgens mij die XS. Dus die heb ik eigenlijk best wel veel van in veel verschillende maten. Dat is nou echt mijn favoriet. Dan vind ik deze op zijn tijd ook heel erg mooi. Deze zijn gewoon van de H&M. Die had ik toen in de sale voor echt maar 4 euro gekocht of zo. Dus die. En dan heb ik nog een bak. Want kijk, ik heb hier dus een schaaltje staan met allemaal gouden sieraden. Omdat ik nu eigenlijk alleen nog maar goud draag. Oh ja, trouwens. Ik zie nu nog een paar favoriete oorbellen dus hangen. Ik heb die een tijdje echt iedere dag gedragen. Nu wat minder, omdat ik ze afwissel met deze. Maar dat zijn namelijk deze. Van die druppelvormige ringen. En die zijn dus ook van By Sure. Die kreeg ik zo vaak, ontzettend vaak de vraag naar. Echt niet normaal. Maar die zijn dus ook van By Sure. Net zoals deze. Die vind ik ook heel leuk. Dat zie je de laatste tijd ook echt heel erg veel. En wat ik zo leuk vind aan By Sure is dat het gewoon goed betaalbaar is. Volgens mij betaal je voor zo'n setje oorbellen 15 of 20 euro. En het blijft echt heel erg mooi. Want deze heb ik volgens mij echt al bijna een jaar of zo. Nou, in ieder geval die. En dan heb ik hier dus nog een box met sieraden die ik eigenlijk niet draag. Omdat ik overgestapt ben op goud. Ja, er zit hier wel wat gouden sieraden in, maar dat draag ik niet. Maar hier heb ik dus een heel trosje met armbandjes. Die ik droeg toen ik zilver droeg. Bijvoorbeeld, kijk. Ik heb hier twee armbandjes van Joy. Hier heb ik een armbandje van Mas. Nog een armbandje van Joy. En ik had ook best wel veel Joy ringetjes. Die zal ik wel even erbij pakken. Oh, en mijn Buddha to Buddha armband. Dat is zo'n kinderversie. Zo'n hele dunne. Dan nog een Buddha to Buddha ring. Ook van de kinderafdeling. En die oorbellen die ik net liet zien, mijn favoriet. Die had ik dus vroeger al in het zilver. Maar nu ik overgestapt ben op goud, heb ik ze ook. Een ringetje had ik toen van Milan van Kers gekregen van Joy. Dus met zilver en blauw. Je kan wel zien wat mijn favoriete kleur is. Maar ja, die had ik dus van Milan van Kers gekregen. Die is dus van Joy. En ik heb nog een. Oh, hier deze. Die is ook wel heel leuk. Die kan ik op zich wel hierbij dragen. Deze ook van Joy met 5 hartjes eraan. En ik had, oh ja, hier nog een ringetje. Dat is echt mijn favoriete zilveren ring. Deze. Die vind ik echt heel erg leuk. Ja, het is dat ik geen zilver meer draag. Maar nou, ik heb wel mijn zilveren armbandjes. Maar gewoon omdat deze gewoon veel ja, waarde, zeg maar, qua betekenis hebben. Deze had ik toen van Miu dan gekregen van Tiffany & Co. En dat is mijn eerste Tiffany & Co. sieraad. En die heb ik toen van Miu gekregen voor kerst. Dus ja, die wil ik eigenlijk gewoon niet afdoen. En dit armbandje had ik van Miu gekregen toen ik gezakt was voor mijn examen. Wat ik echt heel erg lief vond. Dus dat ik, daarom dat ik die eigenlijk gewoon draag. In de zomer vind ik dit soort dingen weer echt heel erg leuk. Van die schelpenkettingen. Deze heb ik toen in Caruela gekocht met de meiden. Die hadden ze toen ook allemaal. Dit vind ik heel erg leuk voor van de zomer. Dus dat waren een beetje alle sieraden eigenlijk die ik
nu draag of heb gedragen. En ik heb wel eens af en toe een vraag van mensen gekregen in mijn DM of ze mijn zilveren sieraden mogen overkopen, omdat ze weten dat ik dat niet meer draag. Maar ik wil dat gewoon heel graag zelf bewaren, omdat eigenlijk alles wat ik heb gekregen, alles wat ik heb ik gekregen. Bijvoorbeeld die Boeddha armband en ring heb ik voor mijn verjaardag gekregen in groep 7 van mijn ouders en mijn opa en oma. Dus dat vind ik wel gewoon leuk om te bewaren. En heel veel Joy dingen heb ik ook van Milan gekregen voor de kerst of voor mijn verjaardag en zo. Dus ja, ik wil het gewoon lekker zelf houden. En misschien stap ik ooit wel weer terug over naar zilver. Dus dan heb ik het gewoon. Dat was dus eventjes een beetje mijn inimini sieradenstash van wat ik nu allemaal een beetje draag en zo. Ik ga naar beneden. Ik ga lekker ontbijten. En oh, mijn vlog is denk ik online gekomen al. Ja, een kwartier. Maar die van gisteren is dus wel wat korter geworden. Of nou, de vlog die van vandaag online is gekomen is wel wat korter geworden. Dus ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Ik ga nu ook zo meteen de vlog bewerken die morgen online komt. En daar heb ik echt bizar veel zin in. Prima plek. Hij gaat ook gelijk zo hijgen. Ja, ik denk dat het iets veel te warm is in de zon. Maar hij gaat er ook altijd in liggen. De vlog is klaar met bewerken. Hij gaat nu opslaan. En we gaan lekker in de tuin liggen. Maar we gaan vanavond lekker barbecuen. En met, sowieso met wie ik al zei. Dus Milan, Sam, Joy en mijn vader. En mijn oom komt ook nog. Dus we gaan met z'n zessen lekker barbecuen. Maar ik twijfel of ik een bikini aan zal trekken. Ik vind het altijd weer zo overdreven. Maar het is wel lekker. Ook ik heb ondertussen mijn bikini aangetrokken. Die van Bio die ik net liet zien. En ik heb het echt bloedverziekend heet. Ik ga denk ik wat water maken met ijs erin. Het is echt heel heet in de tuin. Het is nu 2:30. Oh, ik dacht dat het al later was, maar het is pas 2:30. Wel lekker gekleurd. Oh, ik zie er ook echt niet uit. Kijk, dit is starkje ook. Miel gaat mijn scooter schoonmaken. Vrijwillig, hè? Het hoeft niet. Vrijwillig. Nou, zo ziet mijn scooter er nu uit. Hij was toch trouwens laatst gevallen. Dat had ik verteld in een weekvlog. Kijk. Tadaa. Er zit ook, het lijkt wel, ja, dat kan je niet goed zien, alsof er een klein deukje in zit. Maar Miel gaat hem nu helemaal schoonmaken. En als het goed is, wordt mijn scooter binnenkort opnieuw gespoten. Dus dat is top. Wat ga je allemaal maken, pap? Vertel het eens. Worstjes? Saté? Saté? Hamburger? Ja? Taartjes? Ik ga het wel even kijken in de koelkast wat we allemaal hebben. Oh, we hebben lekker stokbroodje. Even kijken. Volgens mij hebben ze echt vet veel vlees gehad namelijk. Oh my god, hoeveel worsten zijn dit? Pap, dit is niet normaal. Nou, hier dus hamburgers. Hier echt... Ja, je kan het niet goed zien, maar allemaal worsten. Hier nog worsten. Of je worsten. Hier speklap. Daar nog allemaal vlees. Kijk nou, heb je dat pakket gezien dit? Ja, ik zag dat. Bizar. Of je worsten. Ja, ik lust dat wel. Lekker allemaal voor op een stokbroodje. Maar heel veel lijntje verder te doen. Ja, ze kan je ook echt zien wat er wat voor nu bij. Oh. Iemand denkt ook dat die camera niet helemaal goed is. Like, subscribe en abonneer. En vergeet niet op een belletje te drukken. High quality slogan. Ja. Als jij nu geen prijs krijgt, dan weet ik het niet meer. ASMR. Ja. Je moet juist je mond houden. Oh. Ja. Ja, domme. Welkom bij een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag rabbelen in papier. Hoe weet je dit allemaal? Ik word er zo ongemakkelijk van. Ik word er wel lekker rustig van. Omdat ik geen vriendin heb, dus ik kijk dit. Ik kan er echt niks aan doen. Oh, misschien kan ik wel... Nee. Nee, Fleur. Dit is top. Dit duurt lang. Jesse. Take a picture. Deze about weet hij niet. How... Deze weet hij niet. Deze weet hij niet. Ik weet het wel, deze weet hij niet. No, oh, yes. Jesse, Jess. 5. 3, 2, 1. Ik ben Bo.
vind dit ook al een erg uitleg. Ja, ga door, niet stoppen, kom. Bo! ga door, kom. Denk. Even hier, Nick. Of, ja. Oh. Heel goed. Wat zit er dan? Praattafel. Oh. Oh, ik weet hem al. Gordon, Jeroen van der Boom, Bruno Mars, Milka. Oh, oh, ja. Als je hebt opgelet, nou, dat heb je niet gehoord. Het is 11:30. We hebben heel de avond eigenlijk in de tuin gebarbecued gingen we. En toen hebben we daar een spelletje gespeeld en hebben nog lekker in de tuin gezeten. Ik ga make-up eraf halen en dan gaan we lekker slapen. Mina ligt hier achter. Morgen is natuurlijk Pasen, dus dan hebben we volgens mij een paasontbijtje beneden. Dus dat is wel leuk. En ik wil eigenlijk eventjes mijn gel-lak bij mijn moeder gaan halen. Om gel-lak op te kunnen doen. Want mijn nagels zien er echt niet uit. Maar mijn gel-lak ligt nog bij mijn moeder. Allemaal. Eigenlijk wil ik dat eventjes gaan halen, zodat ik dat kan gaan doen. En aan jullie kan gaan laten zien. En lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende vlog. En ik hoop dat jullie deze weer leuk vonden. Ik weet niet hoe lang die is geworden. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik heb vooral de hele dag lekker een beetje in de zon gelegen. Slaap lekker en ik zie jullie morgen.